Hoi, goed jullie weer te zien. Ik hoop dat jullie me kunnen zien. Hallo, ik hoop dat ik scherp genoeg ben. Flinke tos, die zit tot zover vol. Joepie. Dus ik ga het gauw maar beginnen. Ik hou hem maar even op mijn schoot. Achter is mijn bureautje, zoals jullie dat kunnen zien daar. Ik zou zeggen, strijkwater, die halen we altijd bij de Bibra. Is lavendel, heerlijk. Oh, als je gebonk hoort, gooi ik het op de grond. Weet je dat in ieder geval. Unicura, er staat er altijd één in de badkamer en één in de keuken. En er staat ook nog eentje in de wc. Want je kan nooit genoeg hebben. Maar die hebben we met z'n tweeën opgemaakt. En ze heeft een Shea Butter Beautical Oil Nivea opgemaakt. Douche. En een afwasmiddel is opgegaan. Ik heb een rozemarijn Fresh Milder Reiniging Hoofd. Huid haar. 400 milligram. Perfecte shampoo. Heb ik vandaag ook weer meegewassen. Iets te veel olie erin gedaan. Dus als het raar zit... Mijn excuus. Een Happy Harmony van het kruidvat. Heerlijk. Alleen haar ruikt wel anders dan de vorige. Dus ik weet niet wat ze veranderd hebben. Een Lenore Unstoppables zijn op. Er zit nog een beetje in. Die zou ik eruit uithalen. Een cleaning spray opgemaakt. Doet niet alleen puur, soms meng ik het ook wel eens met een beetje water in een emmertje. Een Yari opgemaakt. Deze ga ik niet nog een keer doen, want die is een beetje te zwaar voor mijn haar. Dus die ga ik niet meer gebruiken. Dat is een shampoo. En daar heb ik nog eentje opgemaakt. Een Nivea Body Lotion, huidlotion. Met een tanning bruining erin. Een magnesium is op. Ik gedaan. En een Nivea Sensitive Aftershave Balm. Ik heb nog een kruidvat Soft White Lotus. Die is best wel lekker, moet ik zeggen. Er is ook een Lenore Fresh Air opgemaakt. En nog een Unicura. Een Love, I Love Mistletoe Kisses van Normal. Jammer dat die op is, want ik vond hem zo lekker. Een lippenbalm op. Die zit ik even aan neer. En een vitamine C op. En wat mesjes. Nou, de tas is weer leeg zoals je ziet. En ook smerig, dus ik moet hem ook gelijk even schoonmaken. Of een andere tas gaan zoeken. Dan kan die gewoon weg. Dus ik zou zeggen. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. Bye bye.